De laatste trainingsvisie. Trainingsvisie 22 met Willem Leushuis, de trainer van DVS. Willem, wat een stressvol weekje was dit, zeg. Nou ja, niet echt stressvol. Je zag het al een beetje aankomen naar Oden, hè, dat we op een of andere manier niet meer ons niveau gingen halen. En daar moet je goed over nadenken waarom dat is. Hadden die jongens last van stress? Periode kampioenschaps stress? Nee, ik denk absoluut niet. Als ik dat analyseer, dan denk ik dat ik een maand of vier geleden een getraumatiseerd team heb overgenomen. En dat we toen een gemeenschappelijke doelstelling hebben uitgesproken naar elkaar. En dat was dan met name het behoud. Hè, dus niet degraderen en zo snel mogelijk veilig spelen. En ik nog een ondeugende doelstelling van eventueel nog een periodekampioenschap. Nou, daar zijn we ruimschoots in geslaagd. We hebben altijd één gedachte gehad en iedereen is ervoor gegaan. Dus begonnen met de wedstrijd tegen Rijnsburg. En hoe mooi een voorbeeld kun je hebben als je twee keer achterkomt en of zelfs met 2-0 achter staat en daar nog gewoon 2-2 speelt. Door met iedereen met de neus dezelfde kant uit te krijgen. Nou, dat hebben we tot aan Odin hebben we dat voor elkaar gekregen. Toen begon dus het besef na Sneek, zeg maar, met die mooie overwinning in Sneek. Altijd lastig. Dat we zomaar eens eventjes periodekampioen zouden kunnen worden. Toen werd het besef pas echt groot en toen werd het een soort van realiteit. Als je dan kijkt hoe onze voorbereiding tegen Odin is verlopen. Ja, die vrijdagavondtraining die was eigenlijk shit, omdat gewoon jongens zich niet goed voorbereid hadden voor die zaterdag. Nou, dat was ook wel te zien. Hè. Op een of andere manier hebben toen al bepaalde jongens het laten lopen. Daar ben ik heel teleurgesteld in. Terwijl ik ook heel trots ben, hoor. Ik ben heel trots op wat we tot nu toe gepresteerd hebben. Maar ik ben ook heel teleurgesteld in sinds vorige week vrijdag, of anderhalve week geleden vrijdag, dat we toen die voorbereiding eigenlijk niet goed gedaan hebben. En dat we dan ook een hele slechte wedstrijd gespeeld hebben tegen Odin. Geflatteerd zelfs 1-1 gespeeld. Tegen een veel scherpere Odin, terwijl wij ook wel speelden voor een echte prijs. Ik denk, nou, het zal een incident zijn en het zal best wel te maken hebben met die rare trainingsweek. En een goede week gehad voor Lisse. En dan uiteindelijk wordt het alleen maar bevestigd wat we tegen Odin gepresteerd hebben. Dat, dat we geen team waren, dat waren we niet tegen Odin. Dat zijn we tot aan Sneek wel geweest. Tegen Odin waren we geen team. Tegen Lisse waren we zeker geen team. En het leek wel, of we, omdat we geen team waren, dat er andere belangen speelden. En daar ben ik wel heel teleurgesteld over. Is het niet zo dat de meeste spelers niet gewend zijn aan het feit dat ze 34 wedstrijden moesten spelen? Dat is waarachtig hetzelfde aantal als de Eredivisie speelt. Dat is natuurlijk behoorlijk veel. En dan ook nog het besef dat je straks ook nog 4 wedstrijden zou hebben moeten spelen. Misschien is dat een reden? Nee, absoluut niet. Kijk, Odin had er ook last van. En Lisse heeft er ook last van. En we hebben de trainingsintensiteit juist de laatste weken wat teruggeschroefd door ze maandags vrij te geven. Dus dat is absoluut niet waar. Nee. Oké. Heb jij ook met verbazing, ja, ik heb met verbazing natuurlijk naar jouw Toto-uitslagen gekeken. Jij gaf een dikke winst voor Odin op VVOG. Je liet Excelsior winnen van Feyenoord. Eigenlijk hele onlogische dingen, maar je hebt op een of andere manier voorspelbare gaven. Nou ja, als je analyseert hoe wij tegen Odin gespeeld hebben en omdat VVOG niks meer op spel stond bij hun, was dat een heel logische voorspelling. Want ik vond Odin zeker niet de ploeg die moest staan waar ze staan. En Excelsior op de kleine kunstgrasveld. Je hebt zelf gezien, ze hebben volgens mij AZ een keer een oor aangenaaid. En nu hebben ze Feyenoord een oor aangenaaid en op een hele volwassen manier. Denk je dat Feyenoord dat zondag recht breidt? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar zijn de geleerden het niet over eens. Ik denk dat het bibberen en bibberen is voor Feyenoord. Ze hebben zichzelf iets afgeroepen wat niet prettig is, lijkt mij. Nee, lijkt mij ook niet. De apotheose van de derde divisie. Hoe zie jij het aflopen tussen Lisse en IJsselmeervogels? Pikante duels natuurlijk. Quick Boys, IJsselmeervogels, neem me niet kwalijk. Ja, inderdaad, heel pikant. Maar kijk, als je de resultaten kijkt van Quick Boys, die zijn nou niet om van huis te schrijven. Ik bedoel, vooral de laatste weken. Die hebben de ene schandalige nederlaag naar de andere schandalige nederlaag. Ik weet niet of zij kwalitatief in staat zijn met hun wel sterke achterban om het IJsselmeervogels moeilijk te maken. Maar kijk, door al die hectiek kunnen er zomaar 2 rode kaarten bij IJsselmeervogels vallen en dan kan alles anders zijn. Als beide achterbannen zich maar sportief gaan gedragen, Willem, hè?
Dat zou heel fijn zijn, ja, want het zou voor het amateurvoetbal wederom een smet zijn. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is bij Tech met Spakenburg de laatste keer, maar en er zijn wel meer incidenten geweest, eigenlijk amateurvoetbal onwaardig. En ik hoop dat dat in ieder geval daar niet het geval is. Heel even repte je over een paar spelers waar je dan even wat teleurgesteld in was de afgelopen twee wedstrijden. Maar over het algemeen denk ik dat tevredenheid bij jou wel overheerst. De periode dat je het eerste van DVS onder handen hebt genomen. Nou, nee, het was wel een hele fijne periode. En ik moet ook zeggen dat ik ook heel trots ben op wat we in een hele korte tijd bereikt hebben. Maar daarom toch ook heel erg teleurgesteld in die laatste twee wedstrijden. Dat kan niemand van me afpakken. Dat blijft gewoon zo. Maar de trots uiteindelijk als ik volgende week de deur hier dichttrek, dan zal de trots overheersen. Je hebt, ondanks het feit dat het maar een periode van drie maanden is geweest, heb je hier met plezier gewerkt. Ja, heel erg. Vooral met de media. Ja, en dat is wederzijds, Willem. Ja, graag gedaan. Okay, Willem, namens de DVS supporters, DVS TV publiek, heel hartelijk bedankt voor de hele fijne minuutjes die ik met jou heb mogen meemaken, maar die het publiek ook met jou heeft meegemaakt. Want ja, je bent niet voor niks en blijft niet voor niks een gouden pik. Dat is... Ik weet niet of je hem hebt, maar je blijft het wel. Nou, de gevoelens zijn wel wederzijds, dus ik heb een hele prettige tijd gehad. En ja, die ordinaire grappen voor jou, dat kan ik me niet in vinden. Nee, daar ben je helemaal niet zo'n type voor, hè? Helemaal niet. Oké, okay. Hey, Willem, bedankt. Namens DVS TV. Graag gedaan.